eten. Het klinkt misschien gek, maar ik kan 3 weken zonder eten. Water daarentegen, ja, dat is wel een ander ding. Wat als de supermarkten sluiten? Ja, ik hoor dat veel mensen wel eens het idee hebben van, nou, wat nou als supermarkten sluiten? Maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo bang voor, want je hebt maar een klein stukje tuin nodig of een balkonnetje. En dan kan je al aan een aantal gewassen komen, zoals deze bijvoorbeeld. Dit is een aardpeer. En het grappige is, een hoop mensen kennen die niet, maar het is super voedzaam. Het is echt fantastisch, je hoeft echt heel weinig aan te doen. Ik gooi zo'n ding in de tuin, ik kijk er niet naar om. Volgende seizoen kom ik terug en dan heb ik een hele bak met aardperen. Ik denk dat als ik dit zou oogsten, dan kan je in ieder geval een gezin in ieder geval zorgen dat ze het kunnen overleven voor zeg maar een maand. En wat doe jij als de supermarkten sluiten? Nee, we hebben ons nog niet voorbereid. Maar we denken er wel over. Wat dat er nog van komt. Ik denk dan dat ik met een paar vrienden naar het platteland zou gaan. Gewoon ergens een boerderijtje zou starten. Gewoon leven van de dingen die je zelf maakt. Ik ben gewend om een volle voorraadkast te hebben. Dus ik denk dat ik de eerste 2 weken me makkelijk kan redden. Dan hebben we nog heel veel lasagne. Mijn man koopt vaak lasagne. Dus we gaan veel lasagne eten, denk ik. Een hoop mensen die kijken kort termijn. Ik zou zeggen, kijk langer termijn. Ga wat verbouwen. Wat extra blikken dopertjes en flessen water in huis is altijd een goed idee. Groente, fruit, melk. Vandaag gaan we een soep proberen te maken met ingrediënten direct uit de natuur. Bushcrafter Igor wil ons laten zien dat zelf voedsel verbouwen en weten wat de natuur sowieso al te bieden heeft, al helemaal slim is. En leuk voor de hele familie. Wat heb je gevonden, Aluna? Kijk, weet je nog wat we hiermee doen? Die kun je opeten, hè? Zullen we nog een paar vinden? Ja, goed idee. Mijn naam is Igor Vermeulen en ik heb een passie voor bushcraften. Het eigenlijk leven in de natuur. Volgens mij zoals we duizenden jaren zo niet langer hebben gedaan. Ik vind het heel mooi om plantjes te zien groeien. Dus die zelf kweken. Maar ik vind het ook prachtig om iets in de natuur te vinden. Ja, het stikt hier van de paddenstoelen, van deze. Meen ik te weten dat je kon ik eten, maar het gaat me nu even om deze. Daarvan weet ik het zeker. Alleen, ja, hij is niet smaakvol. Dus ja, dat is ook weer zoiets. Het is niet dat je daar te veel van kan eten, tenzij natuurlijk. Je weet of het is giftig of het is niet giftig. Of ik nou moet navigeren door een bos, of ik zelf mijn water moet zuiveren, of ik zelf een hutje moet maken waar ik in moet overnachten. Het idee dat ik dat kan, ja, tuurlijk, het geeft me ook rust dat ik dat kan. Ik vind het op zich wel stoer, maar ik vind het ook voornamelijk leuk. Kijk, nou, dit is fijn. Dit hebben we hier in Nederland natuurlijk heel veel. Kleine slootjes, kleine meertjes. Ja, één ding wat ik eigenlijk iedereen kan aanraden, als je bijvoorbeeld zoiets al hebt, dat is een lijfstraw die... Ja, dat is echt best wel een lifesaver, omdat hiermee kan je vrij snel water zuiveren. Nou, zo kan je dit water gewoon drinken, super veilig. En liefst doe je dat nog uit een stromend riviertje. Dit loopt een beetje, dat weet ik toevallig. Mocht je nou niet zoiets als dit bij je hebben, heeft iemand misschien een klein flesje bij zich? Je kan ook zelf een filter maken met zand, gras, grind en kooltjes. Van een vuurtje dat je hopelijk ergens gevonden hebt, dan wel zelf hebt gemaakt. Igor is voorbereid. Heb jij je watervoorraad al op orde? Ja, ik heb niks van water thuis opgeslagen. Dus ik denk dat het dan ook wel een probleempje wordt. Even hier uit de straat kijken of ik ergens een winkeltje leeg kan trekken of zo. We hebben altijd 6 flessen water in huis, maar dat is natuurlijk niet zoveel als je zonder water komt te zitten. Mijn moeder heeft ooit een keer gezegd dat ik goed veel flessen water moet hebben. Dat heeft ze lang geleden een keer gezegd. Dat heb ik ergens in mijn achterhoofd van, dat zou misschien wel eens goed zijn. Nou, ik heb wel een waterfilter, daar kun je ook slootwater in doen. En dan komt het er goed uit. Ja, ik heb echt zo'n 12 liter of zo waterfilter. Nou, ook opgelost. Ja. Ja, hier de fameuze brandnetel. Ja, iedereen kent hem wel. Maar hij is eigenlijk veel veelzijdiger dan we denken. Het is echt een hele goede medicinale plant. Natuurlijk maken we er thee van. Maar je kan hem ook in een salade eten. Maar dan eet je wel echt zeg maar de hele verse kleine blaadjes. En mocht je nou je afvragen
waarom ik het gewoon vast kan pakken is omdat ik hem van onder pak. En als je hem dan zeg maar gewoon eigenlijk even kneust, dan gaan al die, ja, die stekels, de stinging nettles als het nu heet, dat gaat dan weg. Dus je kan het gewoon zo eten. En, maar het is echt alleen lekker als je echt hele verse kleine blaadjes hebt. Papa? Wil jij die ook? Zo, even goed rijden. Ja. Het bushcraft is wel een duidelijk onderdeel in ons gezin. Ja, we vinden het gewoon leuk om zelf een beetje je voedsel te verbouwen. En ja, we werken ook gewoon normaal. Maar die mix met natuur en cultuur, ja, dat geeft, is voor ons echt een grote aanvulling. Het smaakt eigenlijk naar niks. Net zoals walnoten. Maar ja, je kan het gewoon eten. Ja, dit is een mooi blaadje. Niet te groot, niet te taai. Dit kan ook wel eventueel in de soep, dan wel salade. Dus eigenlijk gewoon heel simpel, paardenbloem en daar de bladeren van. Ja, je hebt natuurlijk niet alleen planten, hè? De noten en het fruit als voedselbronnen, maar ook vis, vlees, klein wild. Wij zijn zelf vegetariër, maar we houden wel rekening mee van, goh, als je in zo'n situatie komt, wat moet je dan doen? Zelf doe ik visnet weven, zodat ik een visnet zou kunnen maken. En nou, daar heb ik ook een cursus voor gevolgd. Liedjesmachine, zag je dan. Ja, je bent een liedjesmachine. Na een rondleiding in de supermarkt genaamd De Natuur is het tijd voor avondeten. De missende ingrediënten halen we even op in de moestuin. Dan ga ik even wat aardperen pakken. Nou, dat wordt echt wel een lekkere maaltijd. Zo, die mag je meenemen, die gaan we wassen. In stukjes doen en dan kunnen die zo in de soep. Dan hebben we hier nog wat eeuwige moes. Ja, en als je ergens nooit tekort aan hebt, dan is het brandnetel voor je vitamintje C. De boodschappen zijn binnen. Tijd om als een echte bushcrafter te gaan koken in de natuur. Mag ik hem aan? Ja. Dat gaat wel. We gaan beginnen aan ons soepje. We hebben de weegbree, we hebben stukjes van de paardenbloem. Hier hebben we nog wat Oost-Indische kers, nou, om een beetje smaak te geven aan het geheel. Hoppatee. Die mogen lekker kokerellen. Volgens mij is het soepje wel klaar hoor. En eens even kijken wat het geworden is. Om nou te zeggen van, hé, dit is de meest lekkere van die, dit wil je elke dag eten. Nee, maar je kan hier prima op leven. Voor degene die echt denkt, oh, de supermarkt, het is allemaal een crisis. En dan zeg ik, neem aardperen, neem eeuwige moes. En je kan maanden vooruit. Ik zeg, proost. Okay.